gaan we onderweg naar Super Trouw Event nou. £2000 gekregen omdat hij gewonnen heeft. Goedemorgen, dag 2 weer. We gaan onderweg naar Super Trouw Event nou. We hebben die kleine. Ben je klaar voor? Let's go! We zijn aangekomen. Ja. We are there. We gaan naar binnen. Daar is de ingang. Zo, we zijn aangekomen. De wedstrijd is een volle gang. Een volle gang. Voor mij is het wel even klaar bijna. Ah, die Charlie die, is volgens mij al zo goed als klaar. We zijn nog lekker bezig. Ze gaan erin. Nu de wedstrijd van de oppermannen. Wie het snelste oppert. Ik zit te wachten jongens dat het gaat beginnen. Ze hebben er alles klaargezet. Okay. Iedereen zit te wachten. Ik denk, als ik zo kijk naar hoe het allemaal staat, denk ik Mahoney. Maar de meeste zijn hier voor Charlie, volgens mij. Ze hebben net gemetseld. De jury is nu bezig met de beoordeling. Ik zal het even laten zien. Als je koppenmaat goed ligt, dan kom je precies uit. Volgens mij meten ze de koppelmaat hier. Dus het
is nog mogelijk dat degene die de meeste stenen legt, dan hoeft nog niet eens per se te winnen. Want als je stenen gewoon het beste zijn verdeeld, maak je nog kans om te winnen. We gaan het zo even horen. Zo jongens, de uitreiking gaat beginnen. Alle stenen daar liggen. Kijk. Het is moeilijk te verstaan. Maar ik ga het even filmen voor jullie. 496 bricks with some deductions down to 446. Goes to Ashley Mahoney. Zo, Charlie is eerste geworden, Mahoney tweede. Leuk event hoor. Ja, wat leuk. Charlie eerste, Mahoney tweede. Ja. Charlie 500 pond gekregen voor omdat hij de meeste stenen heeft gelegd. Gouden truffel gewonnen. Gouden truffel. En 2000 pond gekregen omdat hij heeft gewonnen. Dat ziet het ook gewoon netjes uit. Ja, ja precies. Ja, Mahoney ook. De andere ook leuk. De jury heb gesproken. Ja, wel verdiend. Leuk. Wel verdiend. En nou joh. Zuipen, guttie. Nee, we gaan lekker rustig gaan naar bed toe. Nee. We hebben doen één biertje, guttie. Zo, goedemorgen allemaal. We zijn er weer. We hebben net besloten dat we naar... We hebben nog tijd over. We hebben nog een tijd over, ja. En denken, wat gaan we hier even doen? We gaan richting het Tottenham Hotspurs stadion. White Hart Lane. Kijken wat daar te doen is. Misschien kan ik een pakje scoren. We zien het wel. Bijvoorbeeld dat ik heel vaak zeg, we zien het wel. Ja, we zien het wel. We zien het wel.
Kijk, dit hoort erbij, een echt Engels ontbijt. En voor degenen die Breaking Bad hebben gezien. Herkennen jullie hem nog? Laat het even weten in de comments. Kijk eens. We zijn er aangekomen, kijk. Ik weet niet of je het goed kan zien op camera. Maar daarboven gaan ze opzeilen van het stadion af. Wel gaaf. Maar dat weet je nog niet hoor. Want ik heb een verrassing voor jou. Wat gaan we doen? Ik heb een verrassing voor jou geregeld. Ah, dat wou ik zo graag doen. Dus we gaan eraf. Lekker in de regen. Ja. Wel een mooi stadion hoor. Ik ga even de auto parkeren en dan gaan we even de shop in. Even kijken of er een mooie pak te scoren is. Misschien hebben ze ook wel Jordi's maat. Ik hoop dat ze jouw maat hebben. Ja, ik hoop dat ze jouw maat hebben, drie, die kindermaatjes. Drie keer XL. Die kindermaatjes. Hij maakt je 92. Hij maakt nodig met extra lange benen. Nou, we zien jullie zo. Joris is een pakje aan het zoeken voor zijn eieren. Ik ga even naar de grote mannenmaten. We zijn geslaagd, mooi tasje gehaald. De kinderen ook weer blij. Mooie winkel, ja, mooi scherm, echt heel gaaf. Jammer dat we niet de tijd hebben om nog naar binnen te gaan. Ja, volgende keer gaan we de stadion tour doen. Ja, heel gaaf. Te weinig tijd ervoor. We moeten de boot halen. De boot vertrekt zo weer. Mijn stem is helemaal naar kloten. Ja, we zien het wel. We zien het wel. We komen net aan bij de ferries, maar ik denk niet als we gaan halen. Hoe lang nog? 20 minuten. Nog 20 minuten, maar kijk hoeveel mensen. We hebben het toch gehaald. Jor! Lekker hoor. Hey. Lekker hoor, scheelt weer een paar uur. Zo, anders had je 2 uur later gekomen. Anders had je? 2 uur later denk ik. Ja. Gelukkig. Beter! Gaan we weer. Zo jongens, dit was een beetje het einde van de video. We gaan nu onderweg terug naar huis. We willen even alle sponsors bedanken. We willen de No Boring Suitcases. We hebben hele mooie koffers geleverd voor de reis. Ben jij op zoek naar een koffer met bedrukking of logo? Dan kijk even op hun site. We willen Ford bedanken. Dat is een geweldige auto. Super lekker om in te rijden. En perfect voor deze trip. En echt een hele gave wagen. Ja. De kleding. Proforto. Super bedankt. Hartstikke leuk. Lekker, ja. Lekkere kleding. Op zoek naar kleding. Ga even op de site kijken van Proforto. Echt hele mooie bedrukkingen. Goede kwaliteit. Hele goede service ook. Echt helemaal top. IQ Power Tools. Ja, mooie pet. Ook bedankt voor het sponsoren van deze trip. Kruid, ben jij op zoek nog naar bouwproducten? Kijk even op de website van Kruid, Polvo. Verkopen van alles voor de bouw.
Echt wat je echt maar nodig hebt, kan je daar halen. En natuurlijk Remix. Heb jij mortel nodig voor je metselproject? Kijk op de website van Remix. Ze hebben alles, allerlei soorten mortel. Je kan advies opvragen bij de steen, bijpassend. Doorstrijkmortel, gewone mortel, ze hebben van alles. Bedankt Remix. Super bedankt voor het sponsoren van deze trip. Ja, zonder jullie was het allemaal niet mogelijk geweest. Het is onwijs leuk om jullie om als partner te hebben. Ja. Om zo'n samenwerking aan te gaan met jullie. En wie weet in de toekomst nog meer van deze trips. En we hopen dat jullie het zelf ook leuk vonden. En jongens, bedankt voor het kijken naar de video. Ik zeg, vind je het een leuke video? Vergeet geen duimpje. Druk op de bel. Zonder jullie zouden we dit ook allemaal niet doen. Dat is ook zo, joh. Ja. We doen het niet alleen voor onszelf, maar ook voor jullie. Het is ook leuk, ja. En laat een reactie achter. Alle reacties zijn goed. Altijd, we proberen altijd overal op te reageren. Dus, En niet te abonneren. En we zien het wel. We zien het wel. Hey, ciao, ciao. Ciao, ciao.